Hoi Leeuw, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, voor jullie reacties en natuurlijk de abonnees. Mocht je nog geen abonnee zijn, druk even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Ja, we gaan beginnen met de Halloween reading. Misschien doe je daar helemaal niks aan, maar ik vind het altijd wel gezellig. Een beetje in de duisternis. Het breekt een beetje de herfst. En dat vind ik altijd wel gezellig. Dus we gaan even kijken wat de reading mag brengen voor Sterrenbeeld Leeuw. En het is ook voor november. Sterrenbeeld Leeuw, we zitten nu in schorpioen season. Dat betekent intens. Intense energieën die er zijn. Dingen die misschien vanuit de diepte omhoog komen. We zullen even kijken voor Sterrenbeeld Leeuw op dit moment. Sterrenbeeld Leeuw. Ik had graag de beste kaarten van Sterrenbeeld Leeuw Universum. Sterrenbeeld Leeuw. Wat is belangrijk op dit moment voor Sterrenbeeld Leeuw? Oké, okay. We gaan heel even terug. Sterrenbeeld Leeuw. Sterrenbeeld Leeuw. Leeuw. Oké, okay, daar gaan we. Sterrenbeeld Leeuw. De zes van zwaarden omgekeerd. Het kan zijn dat je met een luchtteken te maken hebt. Een waterman, een tweeling of een weegschaal. De hoge priesteres. De acht van bokalen. En dan omgekeerd. De vier van cups. De drie van pentakels. En de twee van staven. Daarnaast de tien van bekers. De acht van zwaarden. En de vier van pentakels. Ik heb het idee onder op het dek is de Page of Wands. De schildknaap van staven. In het midden van de reading zie ik duidelijk dat het hier gaat om waarschijnlijk een zakelijke connectie en samenwerking. Althans, dat was de bedoeling. Ik weet niet of het ooit tot een samenwerking is gekomen, maar ik heb heel erg het idee dat de Three of Pentacles is eigenlijk samenkomen om iets van de grond te krijgen. En op een of andere manier heb jij een verbinding met een bepaalde persoon om samen iets van de grond te krijgen. En misschien is dat niet helemaal gelukt, want ik zie hier twee vertrekkaarten. De zes van zwaarden en de acht van bokalen. Alleen ze liggen allebei omgekeerd. Dus het zou ook kunnen zijn dat deze persoon nog naar je terugkeert. Er ligt ook de High Priestess tussenin. En de High Priestess betekent stilte tussen jullie of afstand. Maar ook dat je dingen misschien niet weet. Waarom bepaalde dingen gebeurd zijn. Misschien omdat ik hier zie Three of Pentacles heeft het te maken met drie partijen situatie. Waar jij misschien bij betrokken was, Leeuw. Dat er drie belangrijke partijen waren. En dat op een of andere manier dat heeft ervoor heeft gezorgd dat een van de partijen is vertrokken of zoiets. Iemand dupt, overweegt, heeft zichzelf teruggetrokken om dingen te overdenken. Heeft zichzelf helemaal afgezonderd misschien wel van een bepaalde samenwerking. En het heeft wel de Ten of Cups potentie. Dus het is wel happy ever after. Het is wel echt een hele fijne energie. En misschien heb je erover zitten denken van waarom het zo gebeurd is met deze persoon. Dat je heel lang, of deze persoon heeft heel erg zitten denken. Ik denk ook aan de hand van de zwaarden dat deze persoon jou heel veel te vertellen heeft. Dat het misschien ook wel zo is dat deze persoon weer tevoorschijn gaat komen. En dat jij dan het hele verhaal zult horen waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Maar vooralsnog zie ik dat iemand zich heel erg niet open opstelt. Hè? Iemand... is vertrokken met een reden en misschien dat jij niet het hele verhaal weet, maar dat
Het heeft misschien niet direct met jou te maken, maar wel met een driepartijen situatie. Misschien dat er iemand tussen jou en deze persoon heeft gezeten, waardoor jij dus niet samen kunt zijn met deze persoon. Toch zie ik de schildknaap van staven, de koning van pentakels en de hierofant omgekeerd. De hierofant omgekeerd kan te maken hebben met een scheiding. Misschien dat deze personen moest scheiden van iemand of iets moest verlaten. Maar het kan ook zijn niet overeenkomende geloofsovertuigingen. Misschien dat deze persoon een heel ander geloof heeft als jij, Leeuw. En ja, de koning van Pentakels is ook weer werk, geld verdienen. Je richten op je financiën, op je werk. En de schildknaap van staven. Het kan ook zijn dat jij een balletje gaat opgooien. Contact gaat zoeken. Van hoe is het met je? Het kan ook zijn dat dit gebeurt in een werksituatie. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met collega's. En dat vrienden een bepaalde rol of collega's een bepaalde rol kunnen spelen voor jou in dit verhaal. Dat je ook hulp moet inschakelen van je collega's, van je vrienden. En ja, de schildknaap van staven is ook weer een passioneel nieuw begin. Dus ik denk dat, en aan de andere kant hier zit dan weer de wachtkaart. Ik heb ook het idee dat deze persoon zich verbindt met nieuwe projecten, heel erg bezig is met stabiliteit en zekerheid en een nieuwe weg in wil slaan, omdat een bepaalde cyclus ten einde komt. Ik heb het idee dat als je niet langer wil wachten, Leeuw, dat jij zelf het initiatief mag nemen. Dus misschien is hier wel een lucratief aanbod van diegene naar jou of van jou naar die ander. Maar als jij iets voor elkaar wil krijgen, dan is het niet de bedoeling dat jij gaat zitten wachten, Leeuw, tot je schepen binnenkomen. Maar actief het heft in eigen hand nemen. Dat is wat het universum jou op dit moment mee wil geven. Het heft in eigen hand nemen. En ondanks dat je niet helemaal weet hoe het zit, niet helemaal het hele verhaal weet, er dingen eigenlijk verborgen zijn voor jou, is het belangrijk in deze situatie om het heft in eigen hand te nemen. Wil jij verandering? Wil jij weten hoe het zit? Wil jij verbetering in je situatie? Wil je peace of mind vooral? Want daar gaat het ook om, hè? Als er dingen zijn gebeurd en je weet de helft niet, dan kun je daarover blijven nadenken en dan beïnvloedt dat jou ook jouw werk op dit moment. Dus om schoon schip te maken, om duidelijkheid te creëren, is het belangrijk nogmaals om het heft in eigen hand te nemen in november. Oké, Leo, dit was jullie reading van november. En bovenal natuurlijk Happy Halloween voor de volgende week. Oké, tot de volgende keer. Doei doei.